De real-life Soap van Gordon blijft de gemoederen in medialand bezighouden, maar de kijkcijfers lijken te dalen. Tina Nijkamp meldt dat de eerste aflevering van de Soap goed was voor 461.000 kijkers, maar dat het aantal kijkers voor aflevering 2 is gezakt naar 417.000. Ondanks de immense ophef rondom de Soap is er een duidelijke daling in de belangstelling te zien. Hoewel de première aflevering ook nog eens bijna 400.000 kijkers uitgesteld bekeken heeft, Verwacht Nijkaamp dat deze aantallen voor aflevering 2 niet meer gehaald zullen worden? De soap van Gordon wordt wekelijks op SBS 6 uitgezonden, maar het constante gescheld van Gordon richting zijn collega's, waaronder Angela de Jong, Tina Nijkaamp, Aram Beet en Johan Derksen, lijkt zijn impact te verliezen. Critici zoals Johan Derksen beschuldigen producent John van den Heuvel van hebzucht, aangezien hij alle controversiële uitspraken van Gordon op zijn montagetafel kreeg en deze nu ongefilterd uitzendt. Derksen noemt Van den Heuvel een geldwolf. In de nieuwste cijfers blijkt dat het marktaandeel van de soap in de commerciële doelgroep, 25 tot 54 jaar, is gedaald van 15,7% naar 13,4% ten opzichte van vorige week. Ondanks de daling blijft de soap op de 16e plaats in de top 25, wat aangeeft dat het nog steeds redelijk presteert, al is het significant lager dan de prestaties van Peter Gielies. Gili's tweede aflevering op 12 april trok 535.000 kijkers en steeg bij uitgesteld kijken naar 782.000. Tina Nijkamp verwacht dat de soap van Gordon uiteindelijk tussen de 650.000 en 720.000 kijkers zal scoren, aangezien de mediahype rondom de show volgende week zal afnemen. Aram Beet, bekend als sterverslaggever bij RTL Boulevard, heeft zich ook met de controverse bemoeid. Na kritiek van Gordon over een uitspraak die Bet ooit deed, waarin hij Gordon labiel noemde, plaatste Bet een foto op X van een pak paasje toiletpapier met de tekst: Gordon, het veegt toch een stuk fijner met deze rollen. Ultiem comfort. Deze zet lijkt een directe reactie op Gordes eerdere uitlatingen. In de AdMedia podcast stelt Marcus Den Blanke van het AD dat het onterecht is dat Gordon boos is over Bets opmerking. Volgens hem heeft Gordon zelf vaker zijn eigen labiele toestand erkend. Den Blanke vindt het dan ook vreemd dat er zoveel ophef is over een opmerking die goed paast bij Gordes eigen zelfbeeld. De vraag blijft hoe Gordes real-life soap zich zal ontwikkelen nu de media-aandacht begint af te nemen. Met de toename van kritiek en dalende kijkcijfers zal het interessant zijn om te zien hoe de soap zich in de komende weken zal staande houden in het Nederlandse tv-landschap.